De medische zending vaccineert nooit zonder medeweten van ouders. In het geval waarbij kinderen op een school te Guyaba werden ingeënt met het HPV-vaccin, waren enkele ouders niet geïnformeerd. Minister Amr Ramadien van Volksgezondheid heeft de Nationale Assemblée hierover ingelicht. Zo is er een vraag gesteld met betrekking tot een, iets dat zich zou hebben voorgedaan bij de school te Guyaba, waar in ieder geval met betrekking tot het toedienen van het HPV, het humaan papillomavirus vaccin, ouders niet goed genoeg zouden zijn geïnformeerd. We hebben een feedback gevraagd van de medische zending. En laat mij aangeven dat de medische zending als volgt rapporteert. Dat het HPV-vaccin, dat is het humaan papillomavirus-vaccin, welke tegen 6 vormen van kanker beschermt, met name gerelateerd aan de geslachtsorganen, wordt sedert 2012 toegediend in Suriname, ook via de medische zending, via het schoolgezondheidsprogramma van de medische zending. En dit betekent dat met de school wordt afgesproken door de medische zending welke kinderen in aanmerking komen en wanneer dat zal geschieden. Zoals gebruikelijk wordt dus ook het traditioneel gezag en de gemeenschappen geïnformeerd over de voorgenomen activiteiten. En pas na verkregen toestemming gaat het polypersoneel over tot planning en uitvoering van het vaccineren. MZ, de medische zending dus, vaccineert nooit zonder medeweten van ouders. In dit specifiek geval is op Guyaba de school gemeld. Het team kreeg akkoord van de school. Het project is uitgevoerd. Tot nu toe zijn er geen problemen opgeleverd, maar in dit specifiek geval zijn de ouders van enkele kinderen niet geïnformeerd. En dat heeft natuurlijk geleid tot consternatie. Er is begrepen vanuit de medische zending dat men dacht, dat de ouders dachten dat het ging om COVID-vaccineren, COVID-vaccins. Maar nadat de ouders geïnformeerd zijn dat het om het HPV-vaccin gaat en dat er daar steken zijn gevallen bij de informatie naar de ouders, is er in een kroetu met het traditioneel gezag dit besproken en naar tevredenheid is deze kwestie ook afgehandeld. In ieder geval geeft de medische zending aan dat in het vervolg men strikt zal letten op het aspect van informatie naar de ouders, omdat het geenszins de bedoeling is dat wij die fase, dat traject moeten overslaan. Dus bij deze, die informatie met betrekking tot hetgeen hier gesteld is over vaccineren op scholen.